Wil jij de politiek in? Nee. Nee. Ik wil wel politieke druk kunnen uitoefenen. Maar de politiek ingaan, nee, want daar zit je weer vast aan bureaucratie en aan vriendjespolitiek. En, nee, politiek is voor mij niks, man. Ik voel me veel lekkerder als vrij persoon, als burger. Je hebt dicht bij de mensen staan als ik maar kan. En je hebt op een gegeven moment dat je niet gelooft in ik weet niet welk nummer het is, en niet gelooft van verandering. Ja, maar dat je zei, je gelooft niet in verandering van binnenuit. Nee. Je zei, je gelooft in buiten. Hoeveel mensen hebben het al geprobeerd? Nou, geloof ik wel. Maar oké, dat is even de... Dat geloof ik wel in, dat je vanuit binnenuit kun je op een gegeven moment ook wat veranderen. Maar dat is gewoon een visie die je hebt. Dus daarom vroeg ik van, ik bedoel, wil je de politiek in jou nemen? Want nee. Zou ik misschien... Maar ik geloof er niet in dat je van binnenuit echt een radicale verandering kan, teweeg kan brengen. Ik denk dat je wel een kleine verandering teweeg kan brengen. Dat zou misschien nog kunnen als je echt heel hard je best ervoor doet. Maar ik denk, een radicale verandering zou je niet echt teweeg kunnen brengen. Ik wil gewoon echt een hele generatie om die mentaliteit te veranderen. Dat kan maar hoe dan? Noem eens één ding wat je specifiek wil veranderen. Eén ding wat ik specifiek wil veranderen? Gewoon echt mentaliteit. Concreet. Mentaliteit wil ik veranderen. Hoe dan? Van hoe die nu is? Nee, waar moet die naartoe? Schets die mentaliteit nu. En waar denk jij, waar wil jij naartoe brengen? Ik wil, naar welke plek ik wil gaan is sowieso de mentaliteitsverandering wil ik nu drastisch gaan veranderen in het, in plaats van grijpen naar agressiviteit, wanneer er wat over ons wordt gezegd, dat we onze mentale wapens gaan ontwikkelen. Dat is wat ik nu als allereerst heel graag zou willen zien, weet je. Noem eens één mentaal wapen. Ja, mentale wapens in ieder geval als de juiste kennis vergaren. Weet je, als jij veel kennis hebt, dan weet je in ieder geval hoe je ermee moet omgaan. Dan weet je het goed voor jezelf te kanaliseren, al die woede en die frustraties, et cetera. Maar dan weet je ook hoe je bijvoorbeeld tijdens een interview of tijdens een één-op-één gesprek met bijvoorbeeld een collega op je werk, dat je diegene gewoon heel goed op zijn plek weet te zetten met al die woede die er nu binnenin ons zit. Ik zelf kan ook heel veel dingen niet met woorden echt heel erg duidelijk maken. En dan merk ik aan mezelf dat ik heel erg ga flippen. Want er is iets wat ik wil vertellen, maar het komt er verkeerd uit met de verkeerde woorden. Maar nu, ik als artiest, mensen gaan mij erop afstraffen, weet je. Van kijk, wat lul je nou allemaal? Je praat poep, nee, weet je. Maar ik bedoel, zij begrijpen mij niet, want ik kom uit een hele andere situatie dan die mensen. Maar mijn vocabulaire begint nu steeds groter te worden. Maar het is nog niet op de juiste positie waar ik het graag zou willen. Dus af en toe komt het wel eens over alsof ik een beetje slap aan het lullen ben. Maar dat komt omdat ik zo graag iets wil vertellen, maar het komt er nog niet op de juiste manier uit. En dat probeer ik dus voor die jongeren die al helemaal niet, die echt een heel klein vocabulaire hebben, om die in ieder geval meer boeken te laten lezen, zodat ze hun vocabulaire wat kunnen vergroten, waardoor ze dus beter met woorden zijn, waardoor ze dus ook uiteindelijk meer zaken kunnen kanaliseren, waardoor ze wat aan hebben. Is het niet zo, wat jij zei bijvoorbeeld, dat de crux moet zijn, je zei van ja, heel veel woede in zich die je dan op een gegeven moment kunt, dat je daar wat positiefs mee kunt. Ja. Maar moet het op een gegeven moment ook in het streven zijn om de bron van de woede, om daar op een gegeven moment aan te doen? Tuurlijk, maar je kan er niks aan doen zolang jij niet genoeg kennis hebt om er wat aan te doen. Nee, oké, maar ik denk dat zou op een gegeven moment wel een mooi streven zijn. Dat je weet van, wat veroorzaakt die woede? En hoe kunnen we dat dan, zeg maar, want woede komt nu wat heel vaak wij zij. Ja. Maar dat het op een gegeven moment meer in plaats van zij, wij wordt. Ik bedoel, heb je daar ook ideeën over? Ik bedoel, zie je op een gegeven moment wel, je wil op een gegeven moment die frustratie dan wegnemen. Mm-hmm. Maar zie je op een gegeven moment ook van, nou, hoe het dan wel een goede gemeenschap kan worden met iedereen? Het kan makkelijk, maar, nou ja, niet, het kan niet makkelijk, maar het kan. Het is iets wat zeker haalbaar is. Maar ik vind dat Nederland dan ook moet stoppen met het wijzen de hele tijd van ja, integreren is bullshit, weet je. Als jij de taal spreekt en je respecteert de normen en de waarden en de cultuur van Nederland. Maar ik vind dat jij gewoon, het Nederland ook gewoon zoiets moet hebben van ja, tuurlijk, je kan je eigen religie kan je aanhouden, je eigen cultuur, weet je. Hoofddoekjes, waarom zouden we daar moeilijk over doen? Het is toch een deel van Nederland, weet je.